Oh, weet je wat het is? Ik heb geen goeie moes. Maar zie je niet dat ik precies weet wat ik doe en ze kan het niet laten. Nielson stal naast Laura Omloop op woensdag 24 juni 2015 de show op Popeiland in de Mijn Puinbroek in Wachtebeke. Maar waarom komen de jongeren nu talrijk af naar het tienerfestival, dat traditiegetrouw de zomervakantie inluidt? Oh, de andere veel artiesten komen. Ja. Hello, voor Laura Tesso. Ja, we hebben net zware examens achter de rug en wij vinden dat wel leuk om dan positief te eindigen en alles even alles vergeten. En niet aan de resultaten denken, maar gewoon even plezier maken. Ik vind Popeiland super tof. Ook de mensen hier doen super goed mee en dat heb je echt wel nodig als een artiest. Dus ja, voor mij was dat echt een toffe ervaring en niet zoiets van altijd beter gevonden, maar het was echt goed. Dit is mijn eerste show in België vandaag. Dus ik ben eigenlijk nog een beetje aan het uittesten hoe de mensen in België op mij reageren. We hebben hier al altijd mooie muziek gehad. En het is wel een keer leuk om zo een keer met je vrienden en zo hier naartoe te komen. En je hebt hier ook eigenlijk alles, attracties en zo. En amuseert u hier gewoon super hard. Omdat ik altijd super goed kan uitleven en dat is echt super leuk. En ook met die artiesten allemaal, dat is echt super tof. Ik denk vandaag dat toch mijn favoriete artiest Nielson is. Iedereen hoort hem natuurlijk heel graag. Hij heeft superveel hits en daarom ben ik er ook mee van aan het genieten. Ik vind het een heel leuk festival. Ik had het al door toen ik aankwam rijden. De locatie is heel fijn. Het is allemaal heel goed geregeld en er zijn een hoop mensen. Dus volgens mij heb je dan gewoon een mooi geslaagd festival. En ik moet wel zeggen dat het weer wel goed meedoet vandaag. Ik zou zeggen, kom zeker naar hier. Het is een super toffe sfeer. Je hoort het ook, iedereen is super goed mee. Het is echt geweldig. Als het mooi weer is en zo'n festival is bij je in de buurt, dan moet je muziek altijd supporten. Natuurlijk, ik als muzikant zal nooit iets anders zeggen. Dus als je in de buurt bent en volgend jaar is het weer net zo mooi weer en het is weer op deze prachtige locatie, zou ik gaan. Veel beroemdhedens ontmoeten en op de foto mee staan en zo. En het is gewoon super belangrijk en zo voor mij. Dat is gewoon een droom dat uitkomt. Voor mij is het ook super leuk omdat je er kunt bijgaan en zo. En het is hier ook super leuk om dingen te doen en al. En ze kunnen ook super mooi zingen. Een jaarlijkse terugkerende traditie die wij met Oscar Crew jaarlijks bijwonen. En jaarlijks winken wij er heel veel kinderen. Heel plezant. Voel me sexy als ik dans. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Sexy als ik dans. Eh, 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 eh. Voel me sexy. Ja, ik ga zo.